Namens de Academie Mechelen, het Filmhuis, Cultuurcentrum, Contour en Nona heet ik u van harte welkom. David, zoals ik al zei, is heel druk bezet. Heeft momenteel tentoonstellingen lopen in Tilburg, in Frankfurt en in Berlijn. Die in Tilburg, de Pont, loopt nog tot na het nieuwjaar. En verschillende onder jullie hebben die waarschijnlijk al bezocht. Als je dat nog niet hebt gedaan, zeker, het is de moeite waard om daar naartoe te gaan. Dat is ook niet zo ver. Berlijn en Frankfurt zal waarschijnlijk ook de moeite zijn, hè, maar dat is iets verder. Maar David heeft ook beloofd dat hij de werken die vooral in Frankfurt worden getoond nu echt vers uit het atelier komen. En daar zullen we ook al een soort sneak preview van krijgen. Ik heb ook gevraagd aan David om een beetje in zijn keuken te laten kijken, want het is een vraag die hij vaak krijgt van hoe maak je dat, hoe doe je dat? En zeker met het publiek die uit veel academiestudenten bestaat, zullen die vragen ook ofwel al door David beantwoord worden, of kan je ze achteraf ook stellen. Maar ik geef nu graag het woord aan David en ook eens van harte welkom David. Bedankt al op voorhand. Dank u Hans. Eigenlijk ben ik naar hier gekomen met de twee laatste werken. Maar ik heb natuurlijk vroeger werk ook bij in mijn keynote. Maar dat is natuurlijk fijn om het te kunnen hebben over de dingen waar je middenin zit en die nog niet af zijn of die net af zijn. Maar Hans vroeg om toch misschien kort, als het kan, ouder werk te laten zien. En te zien van waar ik kom. En mijn werk begint zo rond 1996. Ik denk 1 of 2 jaar nadat ik afgestudeerd was. Eerst een beetje van een dal, zoals veel artiesten doorstaan. En dan de meeste komen er nooit meer uit en enkele hebben geluk om verder te kunnen doen. Geluk en toeval natuurlijk. En ik leerde iemand kennen van Argos in Brussel. Dat was Paul Willemsen, met wie ik bevriend was geworden rond het jaar 94, 95. En die zei, maak jij soms video's? Want Argos, dat is video. En die verdelen kunstenaarsvideo's. En ik zei, nee, maar ik heb eigenlijk genoeg van mijn schilderijen en van mijn lithografie. Want je moet goed begrijpen dat ik op dat punt eigenlijk een heel leven bezig was met tekenen en met schilderen. Maar vooral met tekenen, met lithografie en met etsen en met schilderen vond dat slecht truiken, en vooral die olieverf. En op een of andere manier stoorde mij, en soms nog hoor, maar nu begrijp ik het beter, soms stoorde mij dat canvas, dat doek, alsof dat een meesterwerk was of moest zijn voordat het ooit geproduceerd werd. Er hing te veel gewicht aan dat doek en ook aan dat materiaal van het kunstwerk. Waarschijnlijk omdat ik zo ongelukkig was geweest als jonge artiest. Ik ben van mijn 8e aan tekenen en aan schilderen. Nooit iets anders gedaan eigenlijk. Een beetje zoals muzikanten wel eens vaker groeien. En dus pakweg op mijn 25e, tussen mijn 25e en mijn 30e was ik helemaal uitgepraat voor wat betreft, laten we zeggen, de traditionele zaken, de dingen die ik niet kende. En toen ben ik, zou je kunnen zeggen, autodidact geworden, met weinig middelen en weinig ervaring, of überhaupt geen ervaring. En mijn eerste werken zijn die korte video geweest met de kat en de vogel. Dat was mijn kat en mijn vogel, die de duur van een videotape in die tijd was, dat, 80 minuten denk ik, of 90 minuten, op zolder in een kartonnen doos poseerde voor de camera, die ik geleend had van een vriendin van mij. En dat was mijn eerste werk, dat werd mijn eerste werk. Ik heb natuurlijk nooit gedacht dat vanaf daar dat ik een leven lang of toch een deel van een leven verder zou gaan, maar kijk, zo is het geweest. En ik denk dat wat mijn werk kenmerkt is een grote honger. naar verzet tegen eigenlijk datgene waarmee ik werk. Dus ik... mijn werk is vaak heel technisch ook en moeilijk te doorgronden qua methode en qua arbeid, omdat er ook zeer veel arbeid in zit. En dat stoort sommige mensen soms wel eens, omdat ze het proces niet te zien krijgen. En de essentie, vind ik, is dat het proces namelijk verborgen blijft. Maar dat het proces een soort van oneindigheid wordt. Iets waarvan je voelt dat arbeid en het werk, dat iets is geweest dat geen geld heeft gekost. En dat eigenlijk geen geld hoefde te kosten. En dat dus ook niet aan productionele banden lag. Zoals je wel vaker binnen de filmindustrie en binnen de beeldcultuur hebt. Is dat iets mag iets bepaald kosten en er zit een soort van economie aan vast. De manier waarop ik werk is radicaal anders. Bij mij mag het alles kosten en we kruipen wel terug uit een diep dal als het alle resources heeft opgegeten. Maar dat zorgt er wel voor dat het werk soms ja, in zekere zin discreet blijft. Dus... niet luid, zou ik maar zeggen, en ook op de achtergrond wil blijven. Het werk is ook vaak stil. Ik vind dat niet onbelangrijk, omdat het audiovisuele en het auditieve is eigenlijk het meest problematische karakter van het audiovisuele, of het meest problematische onderdeel. Dus zeer discreet enerzijds en ondoorgrondelijk anderzijds. En dat brengt mij eigenlijk tot een bepaald soort van kapitaal dat de kunstenaar heeft, die men in de economie ergens anders niet heeft, en dat is tijd. Tijd om te werken, tijd om te produceren, maar ook wel voor een stuk door het gegeven economie en tijd kost dat gewoon geld. Efficiëntie en ja, dus de doeltreffendheid van het tijdsgebruik heeft eigenlijk een logica gecreëerd binnen ons bestaan dat ervoor zorgt dat we eigenlijk vooral bezig zijn met de pijn van het verlies van tijd. En het problematische van tijd verliezen. En dat is net eigenlijk de breuklijn waarop ik probeer te werken. Nu, dat in het kort, maar eigenlijk ook al een beetje in het breed, brengt mij tot de twee... Ik zal eigenlijk omgekeerd beginnen. Ik zal beginnen met uit te wijden over de twee laatste werken die ik heb gemaakt. Zou ik zeggen, ze zijn eigenlijk... Ja, ik zou zeggen, één is af, het ander niet, maar ze zijn eigenlijk beiden onaf. Al zijn ze beiden ook al getoond geworden in een tentoonstelling. We beginnen met... Het moeilijkste. Een minuut stilte voor het lezen van de titel. Bad joke. De real-time disintegration betekent dus eigenlijk dat je te maken hebt met een werk dat eigenlijk geen begin en geen einde heeft, maar dat gebaseerd is op een computerprogramma dat fotografisch lijkt. Dus je hebt de indruk dat je naar videobeelden zit te kijken in real time, maar die zijn eigenlijk, die worden samengesteld door een computer. Dat is een zeer ingewikkeld programma waaraan ik en mijn team, dat in vaste vorm een 10-tal mensen zijn en in variabele vorm een 16-tal mensen. Dus wij zijn daar nu ongeveer 3 jaar aan bezig. En ik denk het idee is 6, 7 jaar oud. En dat gebeurt wel vaker bij mij. Mijn record is na 17 jaar aan een idee beginnen. En dat was dan ook ineens een van mijn eerste ideeën. Nu, Olympia moet dus... Het idee dateert van ongeveer, denk ik, rond 2010. Tijdens een bezoek... Ik woon deeltijds in Berlijn, maar eigenlijk zelden. Maar ik heb een zwak voor het Olympiastadion. Dat zich ten westen van Berlijn bevindt en dat bij gratie van toevalligheden gespaard is gebleven van de bommen op het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dat dan nadien gebruikt is geweest door de Engelsen, door de DDR en dan uiteindelijk na de wende terug is overgegeven aan het Verenigd Duitsland. En dan gerestaureerd is geworden op een manier zoals enkel de Duitsers kunnen doen. De Duitsers hebben een fijnzinnige methode om alles kapot te restaureren als je het analyseert. En om eigenlijk restauraties dermate perfect uit te voeren dat ze het politieke verleden of het ideologische verleden pittoresk maken. En ze hebben dat ook gedaan met het Olympiastadion. Hebben ze rond 2005, geloof ik, klaargemaakt voor de World Cup. Dat was 2005 of later, ik ben geen voetbalfan. En nadien, er is een dak boven gekomen. Dat is dit ding. Dit zijn beelden tijdens de constructie midden jaren 30. En dat is eigenlijk, dat was van een om kort de geschiedenis van dat gebouw uit te leggen. Het was een opdracht, eigenlijk zeg maar, gerecupereerd door de Nationaalsocialisten om de partij populair te maken in het buitenland. Perfect project was om Olympia, om de Olympische Spelen te organiseren. En was aanvankelijk bedoeld als opvolging voor een stadion dat in het Grunewald gebouwd was, maar dat eigenlijk niet meer adequaat was voor de nieuwe tijd van de jaren 30, dus het interbellum. En waarbij dat Hitler en Speer eigenlijk de kans vrij zagen om een soort van pakkend, ontroerend theatraal gebouw neer te zetten dat mensen eigenlijk zou bekeren tot de nieuwe religie, so to speak. En dat is het Olympiastadion geworden, dat dus, dat je hier ziet, vlak na voltooiing. En dat is eigenlijk vrij intact is gebleven door de jaren heen en volledig gerestaureerd is geworden. Nu, ik ben daar verschillende keren, over de laatste 10 jaar ben ik daar verschillende keren geweest. En op een gegeven moment, om u maar te bekennen hoe ideeën komen, als je ernaar zoekt, dan komen ze natuurlijk niet. En het is pas als je verveeld bent dat ze durven komen. Op een gegeven moment loop ik verschillende keren de ronde rond het Olympiastadion. En dat moet in de maand mei of juni geweest zijn, zeer mooi weer. En ik merk dat eigenlijk dat gebouw als hoofdzakelijke functie heeft om iemand te desoriënteren, om iemand uit zijn lood te slaan. En dat klopt, dat komt eigenlijk ook overeen met die idee van overweldiging. Dat je niet meer weet wat noorden, zuiden, oost, west is. En je hebt, dat gebouw is eigenlijk, wordt ondersteund door 180 ongeveer identieke kolonnen. Die bijna identiek zijn qua steen, maar die toch een soort van individualiteit verraden, waarbij dat elke steen eigenlijk fungeert als een soldaat in een leger, in een grotere natie. En je krijgt enerzijds een verhaal van de individualiteit en anderzijds krijg je een verhaal van het grote lichaam dat dus de nazistaat of de nationaalsocialisten zijn geworden. En hier zie je een grondplan van het gebouw. Je ziet de oostkant, de westkant. En je ziet eigenlijk de schets van hoe dat de zon rond het gebouw beweegt. Het werk zelf is eigenlijk een verderzetting van een werk dat ik 15 jaar geleden denk ik heb gemaakt, Bordeaux Peace. Een werk dat eigenlijk vooral gebruik maakt van het verplaatsen van de zon. En dat narrativiteit, dus dialogen tussen acteurs, uitspeelt tegen achtergrond, tegen het landschap, het vervlieden van de tijd. En eigenlijk is het Olympiastadion werk niets anders dan een verderzetting van dat idee. En dan zal ik nu eens zien of dit lukt. Ja, ik denk het wel. Dit is een eerste simulatie van een studie die ik heb laten maken over het verglijden van het licht over één dag. En ik denk dat dit wintertijd is. Ja, dat is dus de midwintertijd. Het zal straks allemaal duidelijk worden wat het doel is. Het is nu nog een beetje abstract. En ik zal ook vrij veel tijd geven aan dit werk, omdat het, zoals u straks zult merken, a piece of my life is. En dat moet dan midzomertijd zijn. Dus dat is een heel ander gegeven. Ik heb het, de plaats van de zon laten berekenen, dat is allemaal virtueel, op identieke manier aan hoe dat de zon of de aarde in werkelijkheid staat ten opzichte van de zon en het gebouw. Dan, nou ja, dat heb ik er vandaag nog bijgestoken, zodat u zou merken dat ik ook graag teken en studies maak tijdens de winter rond de projecten die op stapel staan. Dit zijn schetsen van afgelopen winter. En dan, dat brengt mij dan tot eigenlijk het research-materiaal. De spullen die ik bijeenhark gedurende de jaren van voorstudie. En dat kan van alles en nog wat zijn. Dat zijn documenten of wel ook heel vaak zaken die ik zelf heb gefotografeerd. En dat brengt mij eigenlijk tot de kern van het idee. In het Olympiastadion is er één klein deel dat niet wordt onderhouden. En waarbij je merkt dat de zon in haar traject rond het gebouw een heel schoon, een zeer poëtisch traject aflegt, waarbij dat het onkruid dat tussen de stenen de kans krijgt om te groeien, dat eigenlijk belicht wordt op een natuurlijke manier zoals de zon in zijn orbit rond het gebouw beweegt. En dat de bepaalde zaken meer licht geeft als anderen. En dat dus in het gebouw zelf, zoals je hier kunt zien, de zaken die het meeste licht krijgen, daar groeit het onkruid het snelste en het volledigste. En dan zie je eigenlijk vrij methodisch bijna het onkruid kleiner worden naarmate dat de plek minder licht krijgt. En dit beeld gaf mij het idee om een techno-hippie-werk te maken. Een hippie-werk omdat het gaat over kruid en gras en alles wat, laat ons zeggen, niet geassocieerd is met menselijke bouwwerken. En techno omdat het geproduceerd wordt door een zeer gesofisticeerd stuk software. En dan ben ik beginnen studeren. Dan ben ik plekken virtueel, laten we zeggen, gaan bezoeken die mij herinnerden aan wat het zou kunnen zijn om 25 jaar ongedwongen kruid te laten groeien. En dat bracht mij natuurlijk tot Pripyat en Tsjernobyl, plekken die ik hopelijk in de lente kan bezoeken om documentair materiaal te schieten. En dat zijn zaken die we bestudeerd hebben. Hetzelfde continentaal klimaat als Berlijn, met natuurlijk belangrijke verschillen in termen van wintertemperatuur. Maar toch illustratief voor wat het is om, en dat is letterlijk 25 jaar geleden, om 25 jaar ongestoord onkruid te kunnen laten groeien en bomen. Die 25 jaar die refereren eigenlijk naar de tijd die ik met mijn studio, waarin ik mij verbind om aan het werk bezig te zijn. om het werk op te volgen, het te voeden. Bijna meststof te geven, zou je kunnen zeggen, virtuele meststof. En daarna gaat het werk ophouden, sterft het, of wordt het opgepikt door een andere studio die opdracht zal krijgen van, door de copyrightholders. Dat zijn er 7. Mijn werk wordt in een editie van 7 verkocht. En die copyrightholders die kunnen eventueel de opdracht geven aan een nieuwe studio om het werk verder uit te werken. Dat alles zal gebeuren op basis van een nogal precies scenario. Eigenlijk een soort van partituur. Ik denk graag aan in termen van partituur, een geschreven tekst, al dan niet geïllustreerd, over de idee van een werk. En uiteindelijk is dat het enige dat de tijd zal overleven. Alle technologie zal vervangen worden of wordt redundant. En dan laat ik u nu nog enkele beelden zien van het work in progress. Van hoe dat we met de studio eigenlijk heel die zaak in 3D hebben aangepakt. En eigenlijk alle fotografische materiaal. Want kunt u voorstellen dat dat een enorm werk is. We hebben het volledige gebouw ingescand. Ik zal het maar zo zeggen, dat is denk ik het beste om het u voor te stellen. We hebben het volledig ingescand, met als gevolg dat elke steen op zijn juiste plek zit. En waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik erop reken dat de Duitsers, voor wie het momenteel getoond wordt gedurende een jaar in Berlijn, dat de Duitsers met een loepe, bij manier van spreken, zullen gaan kijken of ik wel mijn huiswerk heb gedaan. En dat ik heimelijk plezier heb in hun vaststelling, die waarschijnlijk niet publiek zal worden of nooit, hun vaststelling dat het effectief ook klopt. Want ik wou de retoriek van de precisie en de grondigheid die bij veel van wat de Duitsers op heel korte tijd hebben gedaan in die periode, die wou ik eigenlijk repliceren. Ik wou die dupliceren, sorry. Ik wou, dat was een stuk collaboratie. Met het type van precisie. Ik denk dat ik veel vergeten ben te vertellen over de manier van werken. Maar dit abstracte beeld is eigenlijk het gevolg van zo'n scan, van een van die sculpturengroepen die daar staan. Is dat dat in 3D kunnen uitprinten, maar dat is niet de aard van ons project. De aard van ons project was om net elk streepje en elke groef op zijn juiste plek te krijgen. En hier zie je een detail van de steen. Dat is een heel complex procedé waarbij dat ik eigenlijk werk met hybride tussen fotografie en 3D-techniek. Voor alle duidelijkheid, als ik het heb over 3D-techniek, heb ik het niet over de brilletjes-techniek. Ik heb het over ik heb het niet over de cinema, ik heb het over pictorial 3D. En dit is dat zijn screenshots die worden genomen tijdens de productie van de computerschermen. Dit is bijvoorbeeld die gele stipjes, of die gele streepjes, dat zijn plekken waarop het onkruid de kans krijgt om te groeien. En dan enkele work in progress beelden van hoe dat het gebouw in onze computer is gebouwd. Je zou kunnen zeggen dat het virtueel bijna even complex is als het reële gebouw. Het is gemaakt op basis van de bestaande plannen. Oh ja, dit is heel donker, maar het is een beetje van alles door elkaar, hoor, want ik heb dit vandaag eerst klaargemaakt. Dit is een opname van het uiteindelijke resultaat. En ik denk, als ik mij niet vergis, is dit 5 oktober, een regenachtige avond na zonsondergang. En je ziet een waterdruppel vallen. Ik toon dit om het detail te laten zien. En dan, dit shot moet heel vroeg ochtends zijn, ook in oktober. En hier zie je, als je kijkt naar de staat van het gras, van het hooi, dan moet ik er eigenlijk eerst bij zeggen of bij vertellen dat de laatste keer dat we met de studio het gras hebben gemaaid, virtueel dan, is 15 maart 2016. Dat is de laatste keer waarop een virtuele persoon het werk heeft aangeraakt en eigenlijk het gebouw heeft verzorgd. De laatste keer alle gras heeft gemaaid, alle blaadjes weg en eigenlijk met een schone lei vertrokken. Vanaf daar heeft het dus de afgelopen zomer de kans gehad om te groeien. En dus op basis van een model dat ik gekregen heb, in samenwerking met een bioloog, een architect, een materialenexpert en dan heel wat common sense van mensen die, die hun tuin bekijken door de seizoenen heen en die mij zeiden van ja, maar deze plant kan niet op dat seizoen, deze plant moet je op dat seizoen hebben en dat wordt zo hoog en dan gaat dat in de herfst terug liggen en, enzovoort enzovoort. Nu, deze beelden komen zelf in het werk niet voor. Ik heb die laten maken vanuit een ander standpunt om meer als sfeerbeelden eigenlijk. Maar die zie je in de installatie zelf niet. Dit is ook zonsopgang. Ik denk dat dit allemaal 5 en 6 oktober is. Dit is een regenachtige nacht. Dit is ook weer een zonsopgang met mist. En dat brengt mij nu tot een reeks van stils die eigenlijk door een parallel computerprogramma worden opgenomen, die eigenlijk het archief bijhoudt van het werk. Want naarmate dat de dagen, weken, maanden en jaren evolueren, het gegeven is iets wat je enkel hier en nu kan zien. Je kan nooit teruggrijpen naar hoe het werk eruit zag een maand geleden of een jaar geleden. Dus het is wel degelijk iets, een evenement dat je 1 keer ziet en dat nooit meer hetzelfde is. Daarom wordt het ook idealerwijze getoond gedurende 1 jaar lang. En ben ik op zoek nu naar partners, naar musea of instellingen die een grote ruimte vrij hebben om het werk 1 jaar lang, dus pakweg 4 seizoenen lang, te kunnen laten zien. En dus, zoals gezegd, momenteel begint het in Berlijn. En de installatie zelf bestaat uit verticale beelden en horizontale beelden. En de verticale beelden zijn, ze lijken op stils, maar ze leven in reële tijd. Dus de bomen hebben de wind in zich, zoals het herinnert aan mijn vroege werk waarschijnlijk. En de zon gaat op, zoals de zon opgaat in Berlijn. Het regent, zoals het regent in Berlijn. Het sneeuwt, als het sneeuwt in Berlijn. Noem maar op. En dus sinds 15 maart 2016 genereert mijn parallele computerprogramma deze beelden. Dit is bij het hele begin en dit is bijvoorbeeld onlangs, midden oktober. Dit is ook onlangs, wanneer je die ene monumentale boom, dat is ook zo'n bizarre ingreep van de Nationaalsocialisten en hun zin voor theatraliteit, is dat ze dus in plaats van de laurier op het hoofd hadden zij de eik, de Duitse eik. En deze, de Podbielski-eik, die komt eigenlijk oorspronkelijk uit het andere stadion. Dat is afgebroken geworden in Grunewald en is overgeplant geworden naar de entree van het Olympiastadion rechts. Alsof dat het een soort van de stille présence van de Duitse eeuwigheid eigenlijk. En dit beeld is ook weer diezelfde eik in de herfst. Met al een heel wat dunnere vegetatie aan. Regenachtige dag. Nog een andere lucht. Dat zijn dan die sculpturengroep die je daarnet zag. Die kijkt eigenlijk uit op het gebouw. Dat werk is bijzonder meditatief. Als je, je kan daar zeer lang blijven voor zitten. En ik zal u straks installatiebeelden laten zien van het werk in Berlijn. Waarop je niet ziet, maar ik heb het met mijn eigen ogen gezien, dat mensen ook na zonsondergang bleven zitten en eigenlijk bleven staren naar twee zwarte schermen. Verschillende lichtsituaties. Hier krijg je een beeld van lichte regen. En op de achtergrond, dat geometrische ding dat je daar ziet staan, dat is een van de Corbusier-gebouwen. De Unité d'Habitation. Berlijn heeft er zo ook één. En twee eigenlijk. Er staat er één in... Berlijn heeft er maar één. Het andere is van Oscar Niemeyer natuurlijk, in het Hansaviertel. Maar deze Unité d'Habitation, die heb ik bewust mee opgenomen in de composities, omdat we ervan uitgaan dat het nog kortlevendiger zal zijn als het Olympiastadion. Uiteindelijk is het Olympiastadion opgebouwd uit zware Duitse graniet. Die komt uit Centraal Duitsland, een heel mooie rode graniet. Die weliswaar als dilemma heeft dat de slankheid van het gebouw niet toelaat dat het enkel uit graniet bestaat. Dus er zit ook een stalen structuur in. Wat absolute horror was voor Hitler, omdat Hitler wou vooral de degelijkheid van de oude, de bekende bouwmethode vieren. Maar dat was technisch niet haalbaar omwille van de rankheid eigenlijk van de kolonnes. Bovendien is het gebouw zelf zeer zwak structureel. Het is gebouwd op een zanderige ondergrond. En dat brengt mij tot een interessante paradox tussen het duizendjarige rijk en de theatraliteit. Die enerzijds die utopische tijd, die verwijst naar 1000 jaar vanaf vandaag... En dan die, laten we maar zeggen, de harde realiteit, waarbij eigenlijk een goede architect zou kunnen uitmaken dat het gebouw het geen 50 jaar uithoudt. Dit is dan met de nazomergras, geloof ik, is dit. En de nacht. En ik ontdek, dus ik leef met dat werk ook, dag in de huid. Als ik 's nachts bijvoorbeeld niet kan slapen, dan zet ik de computers op en dan kijk ik eens. We hebben op de studio zelf 2 computers die ook lopen. En dan geniet ik van het gebeuren. Het is natuurlijk waanzin, omdat het überhaupt volledig virtueel is. Maar ik heb zo al de zon zien opgaan. Bijna met tranen in mijn ogen van geluk, van het beleven van een plek zo ver af, maar tezelfde tijd ook zo dichtbij. En dat brengt mij tot iets waar ik het later nog over wil hebben. Bewolkte dag. En dan dus de Olympische kelk zelf. Maar dat is dus een werk dat ik deels in de hand heb en deels ook helemaal niet. Er worden ook nog heel veel fouten ontdekt, natuurlijk. Zoals onlangs hebben we gemerkt dat we alleen een volle maan hadden. En dat er geen verschillen was in de stonden van de maan. En je krijgt eigenlijk pictoriaal een palet van licht dat analoog aandoet, maar dat in real-time wordt gebouwd. Voor degenen die daar geweest zijn al, dit zijn die koperen platen, gedenkplaten van dus eigenlijk de founding fathers van het Olympiastadion in de herfst, 's nachts. En dan is er ook een opname van het gras. En dat wou ik erbij, omdat ik wou dat de toeschouwer het artifice kon aanvoelen. En eigenlijk kon aanvoelen, dat gras beweegt ook in de wind en heel zachtjes. Eigenlijk kon aanvoelen wat voor een smerige boel kunststof het allemaal is. Een van die manholes met een paar blaadjes en regen. En dan, ja, dus ik verontschuldig mij omdat deze keynote is ligt een beetje door elkaar. Maar dit zijn stils van het allerbegin. Dat zijn eigenlijk stils opgenomen. Ja. Dit was het eerste wat ik zag van het werk. De eerste zonsopgang. En dit is allemaal 15 maart 2016. En je merkt bijna dat er al een... alles is nog intacter. Hè? En ik ga ervan uit dat na 25 jaar, dus we hebben daar berekeningen over laten uitvoeren, en voor een deel zo ook zelf uit common sense begrepen, dat eigenlijk dus wat er gaat gebeuren op 25 jaar en in het verlengde daarvan op 1000 jaar tijd, is dat het zullen vooral de bomen zijn die de zaak aan het rollen brengen, die eigenlijk de ruïne van het gebouw tot stand zullen brengen. De bomen zullen vanuit de periferie van het gebouw, dus eigenlijk vanuit de stad zelf, oprukken. Dat zullen plantjes worden die bij het volgende voorjaar al vrij hoog zijn. De berken eerst. En die zullen eigenlijk langzamerhand oprukken tot aan de periferie van het Olympiastadion. Maar doordat het Olympiastadion in een kom ligt, het is uitgegraven, omdat het is een massa beton en steen. En om het gevoel van monumentaliteit te versterken, ligt het eigenlijk voor een deel ondergronds. Of onder het niveau van de aarde. En daardoor zorgt er eigenlijk voor dat het ten prooi valt aan snellere mos- en boomgroei in het centrum van het stadion. Waardoor dat, en dat vond ik amusant om te beseffen, waardoor dat eigenlijk de bomen het sterkste gaan groeien in het centrum waar ooit de 1936 Olympische Spelen plaatsvonden met Jesse Owens. Deze beelden hier zijn onlangs opgenomen in Berlijn, in een nieuwe kunsthalle, kunsthalle Kindel, vlakbij de voormalige Tempelhoofdluchthaven. Dat is een voormalige brouwerij. Die is een kleine kunsttempel geworden, die is net open 2 weken geleden. Maar mijn installatie is enkele maanden geleden geopend, geloof ik. En dit zijn enkele installatieshots. Het rechterscherm is ongeveer 80 km² groot. Dus het zal iets van een 16 meter op 9 zijn. En dus die twee beelden die bestaan rustig naast elkaar. Het rechtse beeld is eigenlijk een constant bewegend, circulaire camerabeweging rond het gebouw. En het maakt een elliptische beweging 1 keer per uur rond het gebouw. Dus 24 keer per dag. En het gaat volgens een algoritme binnen en buiten het stadion. Dus er zit een bepaald soort van onvoorspelbare varianten in. En links ziet u dan dus... dit is in opbouw nu. Met nog de plastic ervoor. En dit is tijdens de tentoonstelling. Zo'n voormalige brouwerij, dus hier stonden de ketels. Een gigantisch spel, dus ik ga ervan uit dat we dit nooit meer op die manier zullen kunnen tonen. En nadien hoop ik bij elke tentoonstelling een publicatie te kunnen uitbrengen die het verval van het stadion zal illustreren. Ja, ik hoef niet meer verder uit te leggen dat tijd me nogal bezighoudt. Maar in het heel concreet, in het case of Olympia, is het eigenlijk de paradox tussen utopische tijd, dus tijd die potentieel heeft, maar die eigenlijk op zich niet waargenomen kan worden. En de utopische tijd is natuurlijk bijvoorbeeld het duizendjarige rijk. Of het kan ook de, laten we zeggen, de arbeidersmethode zijn van Stalinistisch Rusland om een natie op te bouwen. Dat is allemaal utopische tijd. Eigenlijk de moderniteit zelf is gekenmerkt door zeer gewelddadige experimenten in die aard. En anderzijds heb je wat ik biologisch geleefde tijd zou noemen, dus het hartkloppen of het ouder worden. En dat zijn eigenlijk de twee componenten van het werk. En voor mij is het werk geslaagd op het moment dat mijn bezoeker heel kort die afstand kan voelen tussen de geleefde tijd en de utopische tijd. Zodat het eigenlijk een, in de plaats van een commentaar te worden op iets of een illustratie, wordt het een, het beleven van het vervlieden van tijd wordt een ervaring. Iets wat je daarna eigenlijk meeneemt in het geheugen. Dan heb ik ook nog enkele... Als het goed is, heb ik enkele videofragmenten. En er zit een beetje tricheerwerk tussen. Dit is een timelapse die ik gemaakt heb op 15 maart 2016. Waarbij dat je zowel de camerabeweging ziet als ook het opkomen van de zon. Voor alle duidelijkheid, zo ziet het werk er niet uit. Het werk is veel saaier. Als het grijs is in Berlijn, dan is het grijs in het werk. Regent het in Berlijn, dan regent het. En schijnt de zon, wat ik toewens aan Berlijn, dan krijg je natuurlijk heel die schoonheid van dat lijnenspel. En het moet gezegd, en dat blijft problematisch, ik besef het heel goed, maar er zit wel vaker een diepgaande schoonheid aan dit soort van beelden, aan dit soort van sculpturen of architectuur. In die zin dat het is makkelijk met hindsight om te zeggen, om eigenlijk te kijken naar dit beeld en vooral de gruwel van alle gevolgen te ondergaan en te vertalen. Maar het is veel moeilijker, maar ook uitdagender om, en pijnlijker ergens ook, om een bepaald soort van schoonheid die eigen aan de moderniteit is, en die eigenlijk eigen aan de religie die de moderniteit was, om die te herbeleven. En die zit op onwaarschijnlijke wijze in dit gebouw. Eender wie die tijdens de zomer, 's avonds, tijdens zonsopgang, de laatste zonnestralen op de sculpturengroepen heeft gezien, die beseft dat op dat moment de architecten, de bedenkers van dat gebeuren, tot u spreken. Niet conceptueel, maar hier en nu, met een grote voorhamer tot u spreken. En dat zijn zaken die ik zelf heb moeten ontdekken ter plekke tijdens de studie, maar die mij off my socks blazen, die eigenlijk ervoor zorgden dat ik een hele ambiguë relatie ging opbouwen met die architectuur zelf. Dit is dan een tweede timelapse van een zonsopgang in het oosten. Dus dat is de centrale kom waarvan sprake, waar dus de vegetatie eigenlijk het sterkste en het meest agressief groeit. En dan zijn er natuurlijk, zoals u verwacht, varianten tussen de kracht van gras en van plantjes op de zonnige kant en op de noordkant natuurlijk. Op de noordkant wordt alles veel groeniger en blijft het allemaal veel mossiger. En geloof me vrij, ik ben iemand die schaatsmatig denkt. Dus, maar ik heb mezelf hier overtroffen in de zin van... ik besefte goed dat als we dit project zouden doen, dat we dat ook niet meer opnieuw zouden doen. Dat ik met dit werk oud word. Hè. Ja, ik denk dat we hier nog steeds in die timelapse zitten van veranderend licht. Dat moeten we ongeveer op de middag zitten. Het gaat natuurlijk bijzonder langzaam en ik verontschuldig mij, maar dat is nu eenmaal mijn methode, is dat ik vind het niet slecht als de bezoeker opnieuw binnen diezelfde logica van efficiëntie, van tijdgebruik en zo lang voor een schilderij blijven en gemiddelde bezoekersduur van een museum 45 minuten en blablabla, bla bla, dat je binnen die logica waarbij dat tijd geld is, eigenlijk kunt zeggen dat er toch momenten zijn waarop dat je heel veel van het materiaal hebt. En een soort van utopische, eindeloze hoeveelheid. En het is vanzelfsprekend het virtuele dat toelaat om dat terrein te betreden. Omdat het virtuele is steeds in wording. Het is nooit af, het is nooit helemaal aanwezig, het is steeds in wording. En doordat het steeds in wording is, is het eigenlijk een erfgenaam van veel van die moderne projecten die met groot geweld heel ver in de toekomst keken. En ik ben nog vergeten duiden op één puntje dat tussen Speer en Hitler een belangrijk punt geworden was. Men heeft het vaak over de barbarij van het Derde Rijk, maar je merkt als je de speeches van Hitler aan zijn generaals leest, dat hij het heel vaak had over kunst. En hoe belangrijk hij kunst vond. En eigenlijk denk ik dat hij kunst helemaal niet belangrijk vond, maar dat hij de toekomstige glorie van het Derde Rijk, met name de blik van die virtuele kijker op het verleden, zoals onze blik op bijvoorbeeld de Grieken, en waarbij dat we eigenlijk zien dat de essentie van een beschaving die nog overblijft, uit enkele stenen bestaande, dat dat voldoende is om de volledige glorie, of eigenlijk nog veel dankbaarder is om de volledige glorie van een verdwenen beschaving te vatten. Dus Hitler en Speer hadden het eigenlijk niet over de kijkende mens, maar ze hadden het over de mens in de toekomst die naar het verleden kijkt. Dus eigenlijk bouwden ze vanuit het verleden. En dat is wat ik wel vaker van de moderniteit heb begrepen, is dat het net haar grote probleem was, is dat ze de tijd niet heeft genomen om de zaken op te bouwen. Ze wou over de horizon kijken. Maar dat is natuurlijk een zeer persoonlijke conclusie. Dit fragmentje is neem me niet kwalijk dat die timestamp daarin staat rechts, maar dat is om, ja, voor copyright redenen, omdat dit wordt aan de pers gegeven. Dit is een kort fragment dat is opgenomen geworden... Oei, wat doe ik nu? Ja. Dat is opgenomen geworden binnen de game, zal ik maar zeggen. Want eigenlijk is dat een gamestructuur. Dat is een, gebaseerd op software die gebruikt wordt voor heel andere doeleinden, voor zaken die veel agressiever en veel dynamischer zijn als mijn werk. En hier zie je ook weer dezelfde structuur. Links het verticale en rechts het horizontale beeld. En hoe langzaam dit ook gaat. Dit is op 6:30 ochtends op 1 oktober. Dus dat is eigenlijk zonsopgang. Maar dat is ook weer, dus ik heb daar vanzelfsprekend met de... Er zijn enkele privécollecties die het werk hebben aangekocht. En ook een museum die het werk hebben aangekocht. En je, ja, het is natuurlijk een Babelse verwarring als je het gaat gaan hebben over conservatie van het kunstwerk naar de toekomst toe, omdat het bestaat niet. Het is een werk dat leeft en dat gevoed wordt en dat binnen 25 jaar ook verdwijnt. Het enige overblijfsel zijn die stils die ik daarnet liet zien, die soms wel hele schone, verrassende zaken produceren, zoals een regenstorm bij zonsondergang. En dan merk je dat het virtuele toch wel zijn eigen organisme heeft. Nu. We kunnen daar later nog op terugkomen, maar dat is eigenlijk het project waar ik de komende 25 jaar... Je ziet mij zitten, ik heb grijs haar. Dus wanneer al het haar weg is, is het werk ongetwijfeld af. En dat brengt mij tot het andere grote project dat groot is geworden, maar dat aanvankelijk niet zo bedoeld was. En de titel daarvan is geworden Die reine Notwendigkeit. Die titel was jarenlang, de working title was Jungle Book, omdat het heel diepgaand geënt is op de 1967 Walt Disney animatie, de gelijknamige boek van Kipling. En is ook weer zo'n project dat heel veel monnikenwerk heeft gevergd, maar heel gespecialiseerd, eigenlijk volkomen buiten mijn vertrouwde terrein. En waar ik ben gaan werken met een nieuw team van, als ik me niet vergis, een 8-tal professionele animatoren, dus tekenaars. En het werk is gedeeltelijk geproduceerd geworden door het Stedelmuseum in Frankfurt, die het dan ook hebben aangekocht, dus die eigenlijk de eerste editie van het werk hebben aangekocht. En er zijn 2 versies van. Er is een zwart-wit versie, dus een zwarte lijntekening versie op witte achtergrond van, met klank. En dan is er nu, op dit ogenblik werken we aan het laatste stadium van een volledige ingekleurde versie. Waarbij de, laten we maar zeggen, gemiddelde passant het verschil niet zal herkennen met de originele Walt Disney film. En om het concept kort samen te vatten, mijn film, dus mijn varianten van Jungle Book, duurt exact 60 minuten, 1 uur. En wordt gesynchroniseerd met de tijd, met het horloge. Bij elk einde van 1 uur, op elke klokslag, zie je ook het einde van de film verschijnen. En dat is, voor zij die het zich nog herinneren, of die kinderen hebben die onlangs nog naar Jungle Book hebben gekeken, dat is dat moment waarop dat Mowgli, het karakter in de jungle, dat Mowgli, dat jonge meisje, opmerkt dat water komt halen bij een vijvertje. En dat hem dan opmerkt en waarbij hij eigenlijk teruggegeven wordt aan de mensheid. En terugkeert naar de Man Village. 60 minuten animatie. Met een einde, dat eindigt dus op een liedje, op een nummertje dat ongeveer een minuut, anderhalve minuut duurt. Dus als een soort van klokslag. Gedurende het uur hoor je bijna niets. Je hebt de klanken van de jungle. Er gebeurt eigenlijk ook bijna niets. En ik toon u enkele schetsen van de work in progress. Maar ik zal maar zeggen dat de oorspronkelijke animatie grosso modo wordt gevolgd. Dus de sequenzen van panter, olifant, slang, slang in de boom, apen en de beer, en dan de orang-oetang King Louis. Heel die sequence wordt gevolgd tot en met ook eigenlijk het baby-olifantje dat bevriend raakt met het karakter van Mowgli. Het verschil is dat mijn nieuwe karakters, laten we maar zeggen, de antropomorfe kwaliteiten verloren zijn. Ze praten niet, ze dansen niet, ze zitten niet in menselijke dilemma's en gevechten verwikkeld. Je hebt niet de dynamische energie ook van de hele gebeuren van Walt Disney. Destijds was dat, in 1967, was dat de duurste en de langste animatieproductie van zijn tijd. Mijn dieren, integendeel, zijn lui en zijn eigenlijk een hybride creaturen geworden tussen wat Jungle Book lijkt te zijn en wat opnames zijn die ik gedurende jarenlang gemaakt heb in verschillende zoos in Europa. Met name de zoo van Plankendaal, de Berlijnse zoo en dan de dieren die in Plankendaal ontbraken, ben ik dan in de zoo van Antwerpen gaan opzoeken. Enzovoort, enzovoort. En ik heb daar zeer veel footage van opgenomen. Soms urenlang materiaal opgenomen van de gieren in Plankendaal. De beer was een moeilijk karakter om de antropomorfe kwaliteiten van te laten verdwijnen, omdat hij zijn ogen centraal heeft in zijn schedel, zoals de mens, terwijl dat de beer, de werkelijke beer, heeft de ogen veel meer opzij, zoals vaker dieren die moeten overleven hebben. Dat zijn eigenlijk de beginsels van het werk, maar er gaat nog iets aan vooraf. Ik had het naïeve idee dat, terwijl dat de kracht van mijn studio lag in complexe 3D-modellen, dacht ik dat we heel dit verhaal zouden kunnen opbouwen aan de hand van 3D-modellen die dan daarna eigenlijk gereduceerd zouden worden tot lijntekeningen of tot geanimeerde karakters. En we zijn jammer genoeg maanden en vele duizenden euro's kwijt aan het ontwikkelen van al die karakters in 3D. Voor degenen die iets kennen van die techniek, dit is een virtueel skelet dat wordt gegeven aan de olifant om het daarna te laten leven en bewegen. En dat zijn dus enkele screenshots van work in progress. Dit is allemaal gemaakt door mensen die eigenlijk geen kunstenaar zijn, maar die pogingen deden om die karakters zo goed en zo kwaad mogelijk terug in beeld te brengen. Maar ik denk, als ik het mij goed herinner, dan heeft dit een vijftal maanden aangesleept voor ik in wanhoop heb beslist om het project te kelderen. Op dat moment kwam er iemand naar me die uit België die het werk mee zou helpen financieren. En heb ik het terug opgepikt. Dan zijn we met de studio opnieuw eigenlijk tienduizenden euro's verder. Toen dat afloopt op een sisser en ik dus daar stond zonder producent en met een steeds kleiner budget. En dan heb ik uiteindelijk Stedel Museum in Frankfurt gevonden die nog een stuk heeft bijgedragen tot de productie. Hetgeen mij genoeg moed heeft gegeven om het project te vervolledigen. Het zijn ook weer enkele schetsen van work in progress. Laat ons zeggen dat als er buiten Disney één studio is die het werk, die de originele animatie goed kent, dan zijn wij het. De karakters van de gieren waren natuurlijk ideaal, omdat die, als je je die animatie herinnert, zij vertegenwoordigen een klein beetje zo de Cockney-British, luie, werkloze, of te lui om te werken misschien, proletariaat eigenlijk, die veel plannen maken, maar nooit iets doen. Dat zijn dan work-in-progress screen grabs. Toen, op dit moment van het productieproces was het wel al menens. Dan hadden we echt al een plan. En het zal u verwonderen, ik werk meestal zonder plannen. Ik heb een vaag idee van wat ik wil. En zo'n zaken werden gebruikt ook om ideeën op te rakelen. Footage uit YouTube, waarbij een olifant water spuit op zijn rug. Maar we moesten we al die dynamiek die binnen eigenlijk ook alweer dat hoogmoderne of dat laatmoderne feest dat Jungle Book is geworden, van het werk over hoop, geloof in de mens, geloof in de zelfstandigheid van de mens, in de emancipatie van de moderne mens. En eigenlijk dit alles in een heel dynamische omgeving met heel veel dans, zodanig dat je bijna het ritme niet kan weerstaan. Nu, je kunt je voorstellen dat als ik naar die animatoren toe het project moest gaan uitleggen, dat ik vaak botving. Omdat die mensen zijn getraind om, net als Jungle Book ooit is opgevat, om leven te geven aan lijntekeningen. Dat is een religie. Net zoals cinematografie binnen een soort van zelfstandige religie bestaat, die nu natuurlijk op de helling staat. Maar grosso modo zijn dat eigenlijk talen, aparte talen die worden gesproken. En het kan soms moeilijk zijn om mensen uit hun eigen taal te halen. En ik ben nogal goed in het overschrijden van die grenzen. Hier zit ik binnen de klassieke animatie, maar ik zit evengoed binnen de gaming engineering. En daar doe ik dan ook weer zaken die tegen de religie van de gaming engineering ingaan met Olympia. Dus het moeilijke was om aan die mensen, die vaak zijn jonge artiesten, heel goede tekenaars, dat zijn fantastische professionelen, die letterlijk, zoals muzikanten, niets anders doen dan van 's ochtends tot 's avonds tekenen. En die het dan ook op leeftijd 24, 25 bijzonder goed kunnen. Ik vond dat zeer indrukwekkend. Maar het grotere probleem was een ideologisch probleem, waarbij dat die mensen vaak niet bereid waren om zulk evenementloze zaken op papier te gaan tekenen. Die vroegen de hele tijd van, maar wat moet ik doen? Want nu gaan we de beren van hier naar daar laten lopen. Maar ik zei, nee, 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 nee. De beer moet doen wat hij doet. De beer zit zich te krabben, krabt in het zand, gaat met zijn rug tegen de boom, gaat in het water, gaat vissen. Maar je moet niet steeds evenementen hebben, we moeten net het omgekeerde. We moeten een soort van ideologie gaan maken van evenementloosheid. Alsof het eigenlijk ging over bijna het negatieve van heel het positivisme van de originele animatie. Niet als een soort van saaiheid, maar als een omgekeerde energie bijna. Als een energie die heel aanwezig is en die voor mij bevrijdend werkt, maar die alles behalve evenementieel is. In dit screenshot zie je ook weer dus hoe iemand dat is een van de animatoren die met een lege bak spa-flessen dus de kruik gaat nabootsen, die beweging van de kruik gaat nabootsen, dat opneemt en dat dan eigenlijk implementeert in de lijntekening. Studiemateriaal. Echte gruwelijke zaken en seksuele zaken zitten er ook niet in mijn versie. Want dat vroeg, ik had Stan Douglas nog op atelier en die zei, do they also fuck? En no. Dus zo'n zaak... dus ik stond daar ergens ook niet bij stil, dat bepaalde gruwelijkheden. En omdat die dan ook weer te evenementieel zijn. Dit is eigenlijk allemaal een blik in de keuken. Wat je hier ziet zijn allemaal dingen die... ja, noem mij gerust een control freak. Mijn assistenten worden gecontroleerd door de computer zelf, waaraan ze werken. En die houdt eigenlijk een archief bij van het werk dat ze maken. En die neemt screenshots elke paar minuten. Maar dat heeft als... voor mij is het een enorme rijkdom, omdat ik daar dingen in ontdek waar ik eigenlijk zelf nooit de tijd heb om bij stil te staan of om het met hen over te hebben. Zaken van het proces. Hè. Hier zie je dat kleine olifantje. Dat is in Plankendaal eigenlijk, in die nieuwe afdeling met de olifanten. Dus met een enorme telelens opgenomen, omdat die smeerlappen niet dichterbij wou komen. En er was een kleintje met zijn moeder. Hier zie je een overlay eigenlijk van de snuit en een olifant in de zoo van Berlijn. Olifanten hebben een heel schijnbaar neurotisch gedrag. Hè. Ze zetten 2 stappen vooruit, 1 stap achteruit. Omdat ze natuurlijk doodziek zijn, die beesten zijn gemaakt om hun logge lichaam te bewegen, maar kunnen nergens naartoe. Dus die gaan enkele stappen vooruit, enkele stappen achteruit. En dat zit ook in mijn versie van Jungle Book verwerkt. En hier zie je de poot opgekleefd worden op een olifant. We hebben zaken van... ik denk dat dit van Marais is, Jules Marais, genomen. Bewegingsstudies. Ja, dan kom je in een terrein terecht dat zich ver van elke bepaalde discipline beweegt of begeeft. Het is dus ook geen typisch klaarbouwwerk natuurlijk. Nu vergenoeg ik mij op de komende jaren, waarbij ik de vraag krijg hoe het zit met de copyright. En daar zijn ondertussen al zoveel advocaten over geweest, gespecialiseerde advocaten. Want niemand durft te tonen zonder dat het een gespecialiseerd advocatenbureau moet passeren. En tot nu toe komen ze allemaal met het bevrijdende oordeel. Dat er geen zorgen zijn. But you never know. Dit is Baloo in de zwart-wit versie. Het heeft ook klank, het werk. Het heeft dus die jungleklanken en kleine atmos, zoals ze noemen. Kleine bewegingen van pootjes en dieren. En dit zijn dan enkele stils van het afgewerkte project. Ik weet niet of je kunt herinneren dat Mowgli in het origineel hier slaapt met Bagheera op de tak. Dus Mowgli is weg. Baghera is helemaal opnieuw, alles is opnieuw gemaakt. Hè? Dus het is niet zo dat we dingen hebben overgenomen van het origineel. We hebben alles opnieuw getekend. Buiten één scène met Shere Khan, de tijger. Er is één scène die je naturalistisch zou kunnen noemen, waarbij dat een tijger sluipt, dichter sluipt bij een hertje in het centrum in het midden van de film. En dan komen die olifanten daartussen. Maar voordat die olifanten daartussen komen, heb je eigenlijk een 45-tal seconden die we min of meer hebben kunnen recupereren. Dat is een kort fragmentje. Zo gaat het eigenlijk een uur verder. Soms zelf moeite om te zien of het al gebeurd is of niet. Lieve mensen, u moet mij waarschuwen als ik moet stoppen met praten, hè, want ik weet niet hoe lang dat ik bezig ben. Nog een kwartiertje? Laat ons zeggen, dit is de klassieke klaarbout. Zo, dan, als ik nog een kwartier heb, dan is er misschien tijd voor één soort van bonus. Kan ik het nog hebben over een werk dat in de Pont tentoonstelling was. Het werk is getiteld KING, after Alfred Wertheimer's 1956 picture of a young man named Elvis Presley. Ik ga terug op een boek rond het begin van de carrière van Elvis. En ik geloof dat het boek Elvis at 21 getiteld is. Dus net op het keerpunt tussen roem en begincarrière. Er was al een lokale beroemdheid, maar er was opdracht gegeven door een of ander blad, ben vergeten het welke, om af te reizen naar die ene villa die jonge ster gekocht had voor zijn ouders en waar hij gefotografeerd zou worden gedurende 1 dag. De fotograaf was Alfred Wertheimer. Het was een jonge Duitse immigré in New York en die had geen werk, was ook zo'n beetje de allerlaatste keuze, maar een jonge fotograaf. En is uiteindelijk een week bij Elvis Presley gebleven. Dat ging heel goed samen. En dat heeft ervoor gezorgd dat het een onwaarschijnlijk archief is geworden van eigenlijk de schoonheid van Elvis Presley. Als jonge man was ik zelf... Elvis was ongeveer het laatste fenomeen dat me zou kunnen boeien. Maar ik heb... ik ben van hem leren houden door onder andere door dit project. Omdat hij ergens op zijn helemaal alleen de overgang personifieert van het oude regime naar het nieuwe regime van stardom. Dus de ster. Of het icoon. En de verhoudingen die het icoon toch altijd heeft tussen onpersoonlijkheid, eigenlijk als scherm, waar Laura Mulvey over geschreven heeft, de onpersoonlijkheid, de ontoegankelijkheid en terzelfde tijd de massa informatie dat je hebt rond het icoon, eigenlijk die bijna pornografische blik, die zich dan toch nooit voltrekt. En 1956 is eigenlijk, zie ik een beetje als een breekpunt. En waarom niet dat moment waarop dat die Alfred Wertheimer verschillende dagen met Elvis Presley doorbrengt? Het moet tijdens de zomer zijn geweest, in mooi weer. En ze hadden een zwembad, dus Elvis staat daar vaak half naakt. En opvallend is aan die jonge man van 21, is dat hij heeft bijna babyspek nog is. Het ziet er niet uit als een ster. Het is een schone jongen, heeft altijd dat androgyne karakter gehad ergens. Hè. Maar hij is bescheiden nog. En wat me altijd is bijgebleven van de duizenden beelden die ik van Elvis onder de ogen heb gekregen, is dat hij nooit verveeld is met de camera. Er is nooit een blik uitgewisseld tussen Elvis en de camera waarbij dat gevoelt dat hij, althans ik heb die niet gezien, dat hij met rust wilt gelaten worden. En het is ook niet dat je zou kunnen zeggen dat je zou ook niet kunnen zeggen dat zijn blik die is van Madonna. Madonna zou je eigenlijk een soort van latere versie van dat icoon kunnen noemen. Waarbij dat Madonna is echt dat scherm geworden. Hè? Dus je kan ze miljoenen keren fotograferen, ze zal altijd diezelfde ijzige blik krijgen. En het verschil met Elvis Presley zit erin dat Elvis altijd heel schoon terugkijkt. Die is nooit kwaad. En die, voor zover ik weet, blijft ook altijd hoffelijk met mensen. Die hem, they were all over him, vanaf die leeftijd. Inclusief in dat ene boek met al die honderden foto's van Alfred Wertheimer. En mijn vertrekpunt is één van die foto's, die ik al bijna een paar decennia heb liggen in mijn archief. Want ik werk wel vaker met zaken die zeer lang blijven liggen en waarvan ik vermoed dat er een grond is voor meer, maar ik niet precies weet wat of hoe. En soms duurt het jarenlang voordat ik begrijp wat eigenlijk de reden was van een bepaald beeld. Maar dit is eigenlijk mijn product, dat is het origineel. Dus dit is de foto die op die dag is opgenomen geworden. En wat me interesseerde aan dat beeld is dat Elvis niet in het centrum van het kader, zich niet in het centrum van het kader bevindt, maar eerder in de periferie. Als iemand die niet helemaal klaar is voor de camera. Je zal het zien straks, hij is nat, hij komt net uit het zwembad en heeft net een glaasje of een fles Pepsi-Cola. Voor hem is zijn... Ach, ik ben vergeten wie het is, maar ik heb die vrouw die je vooraan ziet, die heb ik eruit gehaald. Die is eigenlijk de blind spot in de foto, omdat zij brengt de blik binnen in het kader en dan via een boog gaat hij dan pas naar Elvis. Ik vond dat beeld eigenlijk, er zitten parallellen met hoe laten we maar zeggen, de sterrenkunde van de iconen rond die tijd radicaal aan het veranderen is. Hè. Dat wordt een industrie. Er komt een hele cultuur rond. En dan ben ik als opzoekingsfase ben ik verschillende zaken, dit is het hand van Elvis, ook steeds van een elegantie die ik fantastisch vind. Tot en met Dürer en dan weer naar Elvis. Dat is trouwens ook in de undercurrent, in het collectief onderbewuste zit Michelangelo's David natuurlijk gelinkt aan het lichaam van Elvis Presley. En dan spring ik nu ineens ook weer in de productie, in de keuken, recepten van hoe dat het werk is gemaakt. Hier zie je één persoon, maar dat is niet de Elvis Presley lookalike. Want ik moest vaststellen dat mijn oorspronkelijke idee was van een jongen te vinden, die, zoals er wel veel zijn, die enorm op Elvis gelijkt. En zoals er ook steeds, nog steeds veel kandidaten bestaan vandaag de dag, dat is toch schoon, hè? Zoveel jaren nadien. Maar ik ben geëindigd met een romp te gebruiken van één karakter, een been van iemand anders. En uiteindelijk het hoofd van Elvis helemaal opnieuw te modellen. Op basis van, dat is een bepaalde technologie die we hebben gebruikt, op basis van duizenden beelden die we hadden in ons archief en op het internet. Don't forget. Van het hoofd van Elvis Presley. Het is een nogal misschien lugubere aangelegenheid, zou je kunnen zeggen. Ik heb me toen als doel gesteld om alle mogelijke stukjes huid, naakte huid, die ik van Elvis Presley kon vinden, zowel in kleur als zwart-wit fotografie, te gaan verzamelen en die in een geografisch correcte, remember Olympia, in een geografisch correcte situatie op zijn lichaam, de tepel op de juiste plek, de andere tepel op de andere plek, geboortevlekken, zoveel ik kon. Want er zijn ook plekken die we niet konden bereiken, u raadt welke. Om die zoveel mogelijk in kaart te brengen en daar eigenlijk een huid van uit te breien, een virtuele huid, die dan uiteindelijk overtrokken wordt, waarmee de lookalike, de Elvis Presley lookalike, dus mijn virtuele model, dan opnieuw overtrokken wordt. Een soort van pornografie zonder seks. Dit is ook weer work in progress, waarbij dat die virtuele man. En hier zie je misschien, interessant om te tonen toch, welke schijn van ziekte de procédé kan hebben soms. Dit zijn al een hele collectie stukjes huid die bijeengehaald worden. Een oog, nagels, binnenpalm van de hand van Elvis Presley. En dit is dan ineens weer een heel ander hoofdstuk. Dat is de scan, dat is de manier die ik gebruik om mensen te fotograferen. Dat is de scan van de, ik denk tante is dat, van, of grootmoeder? Nee. Ik denk de tante van Elvis Presley, in mijn studio. En mijn procedé bestaat uit 40 tal, dat groeit steeds, dat getal, digitale camera's, die eigenlijk de klassieke fotografie zijn. En waarbij dat dan die fotografie wordt omgezet in een driedimensioneel model, bestaande uit miljoenen en miljoenen polygonen. Dit is een volledig opengeplooid gezicht van diezelfde dame. Dat zijn van die beelden waar ik dan van hou, maar die eigenlijk geen enkele betekenis hebben. Dat is atmosferische diepte in de ruimte. En dat is dan weer zo'n Frankenstein-procedé waarbij ik twee mensen bij elkaar naai. Gladys, de moeder van Elvis. Het jonge mannetje, het neefje, bestaat eigenlijk uit een volwassen persoon die enkele maten kleiner is geworden. En dit zijn eigenlijk niets meer dan enkele sfeerbeelden van de productie. Belangrijk in dit werk ook waren eigenlijk tactiele fenomenen. En Ik vind het ook altijd zo merkwaardig dat naarmate dat we in een, naar een virtuele cultuur groeien, dat het paradox is dat de tactiele herinnering, of de herinnering aan het beleefde en aan het voelbare, dat die steeds belangrijker wordt. Maar niet als als een ervaring, maar net als een herinnering. En ik heb een tijd geleden een tekst geschreven, een kort essay voor Iflux, op uitnodiging van Boris Groys, net over wat ik denk dat die overgang aan het worden is van, laten we maar zeggen, de lens, het licht, de gevoelige kamer of het gevoelige vlak, naar wat eigenlijk een radicaal omgekeerde manier van kijken is. En dat is het scannen van de zaken die rondom zich gebeuren. En de manier van kijken op basis van het scannen is, om het kort te zeggen, het klinkt een beetje eigenaardig, het eindstation daarvan is waanzin. Is kijken vanuit de donkerte, is kijken vanuit de nacht en voelen wat rond zich leeft en bevindt. Maar het is eigenlijk een radicale afscheid van alles wat het medium van het licht is, hè? Namelijk de fotografie. En het mechanisch gereproduceerde beeld, dus gebaseerd op licht, invallend licht. Een typische moderne uitvinding. En de scanmethode is een typische postmoderne methode, eigenlijk, waarbij dat je verdedigingstechnieken gaat gaan gebruiken in de plaats van verwelkomingsprocedures. Dus dat is het verschil tussen de lens en de scanmethode. Om even terug te komen op King, dat tactiele zit bij mij vooral in het zachte van het tapijt, hè, waarbij dat Elvis eigenlijk met zijn babyvoetjes in dat hele zachte tapijt staat. Zijn huid ook in close-up waargenomen wordt. Nog glanzend van het verse water van het zwembad. Enzovoort, enzovoort. En waarbij dat ook zaken zoals de vernis op de meubelen, ook weer zo'n jaren 50 fenomeen, ik noem dat een braakmanske doen, waarbij dat je die reflectie van de flash gaat gaan gebruiken om te getuigen dat je aanwezig geweest bent met de camera. Wat natuurlijk in het virtuele landschap nooit bestaat, maar wel enkel terug wordt ten tonele gevoerd als herinnering. En dat is eigenlijk waar de fotografie of waar het mechanische beeld zich nu bevindt. Is op een breekpunt tussen wat we eigenlijk ons collectieve geheugen van de fotografie is er één van waarheid. En is er één van echt gebeurde waarheid. Van zaken die aanwezig waren op een gegeven punt. Ceci a été, met Roland Barthes. En het culturele ongemak waar we simultaan in geraken of in verzeild geraken, is net eigenlijk een onuitgesproken besef dat heel die fotografie, dat het eigenlijk een ideologie is geweest waar we in geloofd hebben. En die politieke en sociale en culturele werelden heeft gebouwd. Maar die op zich niets anders is geweest als een methode om mensen te vormen en te vertellen. En het woord even aanpassen aan de nieuwe religie, omdat die veel meer die is van de waanzinnige, waarbij dat je verteld wordt wat je moet zien. En waarbij dat je kijkt vanuit de eeuwige nacht. Klinkt een beetje pessimistisch, is het ook wel, omdat ik denk dat mijn synthese van mijn verhaal zal zijn dat de blik zodanig ideologisch gemotiveerd aan het worden is dat ze ook perfect vermarkt kan worden. En dat, eigenlijk naar een, dat we naar een einde toe gaan van de fotografie als emancipatorisch fenomeen. Dus de fotografie zelf, die gaat, om dan nog verder te gaan, die gaat eigenlijk een, het lot tegemoet van wat de schilderkunst ooit heeft moeten ondergaan. Dus dat ze een soort van vrijblijvendheid gaat dat ze vrijblijvend zal worden. En als je even goed nadenkt over de fotografie van Stephen Short tot over Jeff Wall, en nu, dan merk je dat als al die fotografen in crisis zijn, dat het iets te maken heeft met die hele, die zeer snelle paradigma-shift die zich voltrekt. Enfin, dat om te om terug aan te sluiten of te eindigen met enkele beelden van Elvis. Zie, dit is mijn braakmanske. Ik heb ook borremanskes. En die zijn die kleine glans die zich, een soort van wat ik vernis noem. Hè. Het goede is van, bij de fotografie is dat ze zich als... Voor alle duidelijkheid, met fotografie spreek ik breder dan enkel de print. Hè. Ik heb het eigenlijk over een hele inzet van bewegend en stilstaand beeld. Waar de fotografie wordt nog steeds ingezet als een soort van oorlogswapen. Ze wordt nog steeds ingezet als het wapen voor wat uiteindelijk waar het in onze cultuur toch vaak over ging, historisch, over is een cultuur van aanwezigheid en presence. Een rol die de schilderkunst heel lang heeft vervuld en waarbij die ze dan ook in een crisis heeft afgegeven. En ergens, ik ben nu aan het vereenvoudigen, ergens heeft overgelaten aan het mechanisch gereproduceerde beeld. En als je, er zijn parallellen, echt waar, als je denkt aan die overgangsperiode. En de fotografie zelf, het mechanisch gereproduceerde beeld, komt langzamerhand in een gelijkaardig bootje terecht als wat de schilderkunst ooit heeft meegemaakt. Alleen, het is nog zover niet. Ja, onze culturele maatstaven zijn nog steeds van die aard dat we ze geloven. On that note. Het is tijd voor vragen of voor opmerkingen. Ik stel mij toch de vraag van wat het u zegt, dus van dat die fotografie gaat verdwijnen, dat eigenlijk de menselijke herinnering, het geheugen, altijd zich opbouwt in 2D-beelden. Dus dat eigenlijk een mens die een beeld gaat bekijken, dat altijd gaat omzetten naar een 2D-beeld. Ja. Ja, ik vermoed dat als het beeld een herinnering is, zonder een, om het nu even melig, zonder traumatische connotaties, dat het dan inderdaad herinnerd wordt als een, ergens iets dat opgehangen is in een herinnering. En dat is wel vaker ook zo. Hè. We herinneren ons moeilijk bewegende beelden. Dat is ook een beetje het dilemma van de videokunst waarschijnlijk. Is dat ze een bewegend beeld is in een ruimte gebouwd voor contemplatie. Eigenlijk voor een cultuur die andersom denkt. En dat ze dus steeds moet vechten tegen de vergetelheid. Hè? Nog iemand? De virtuele creatie van Olympia. Nu, we hebben enkel shots daarvan gezien. En zijn dat vaste camerastandpunten? Of heb je dat overwogen om dat virtueel toegankelijk te maken? Allee, ik hou ongelooflijk van Google Earth. De stap is nog niet zo ver. Ik kan mij best inbeelden dat je wordt benaderd door hey, toffe reconstructie, mogen wij die erin plakken? Gaat het enkel zoiets zijn als mensen naar een virtuele representatie kijken, tweedimensionaal, op hun zitzak? Of is er in de komende 25 jaar tijd of een mogelijkheid dat mensen er ook virtueel kunnen inpluggen om daar echt 3D te kunnen ervaren? Ik ga ervan uit dat ik beter niet te veel dogma's opwerp voor we de tijd gehad hebben om er even goed over na te denken. Onze studio heeft eigenlijk alle mogelijkheden om in 3D in Olympiastadion rond te lopen. Maar op een of andere manier, door de werkdruk, is het er nog niet van gekomen. Maar ik ga er wel van uit. Wij gaan dat zeker doen. Maar anderzijds moet je, denk ik, er ook een beetje op voorbereiden dat er, zoals, hoe noemt hij, een Duitse kunstenaar van Turkse origine, die onlangs is gestorven, een heel goede artiest, videokunstenaar. Ik kom wel terug. Die jarenlang bij de eerste videoclips... Faroukhi. Wie? Harun Faroukhi? Ja, precies. Harun Faroukhi die zei, dat is het interessante deel van zo'n videogame, maar dat is dan, ik heb het over 20 jaar terug, is net dat idee van die horizon. Je wilt eigenlijk altijd komen waar je niet mocht geraken. Hè, voordat dus de fences staan, hè, de virtuele fences staan, waar dat er geen programma meer is. En daar gaat het eigenlijk bij Olympia niet over. Bij Olympia gaat het eigenlijk over een bepaald soort van ritme. Dus de inspectie, dat soort van lieve perverse plezier dat we aan games hebben, om erin te gaan, dat is waarschijnlijk niet, hoort waarschijnlijk niet bij het werk, denk ik. Maar ik ga er mij nog niet over uitspreken, omdat het nog te vroeg is. Ja. Mag ik daar zelf iets aan toegevoegde vraag? Kan de studio ook al een fast-forward maken nu van Olympia? Omdat je daar zegt, zo van binnen 25 jaar zou je eigenlijk nu al een beeld kunnen tonen van hoe het binnen 25 jaar eruit ziet. Wel, we zijn op dit ogenblik nog maar bezig met wetenschappelijk adequate planten af te ronden volgens de seizoenen van de komende 5 jaar. Dus we zitten nog zover niet. Ik hoop alleen dat het werk mij niet inhaalt. En, er zijn zoveel contingencies, of hoe zeg je dat, toevalligheden, die ook bij een computerprogramma realiteit worden. En die zich opwerpen, dat je eigenlijk vaak achter de problemen aanholt. Dus we zitten nog maar, momenteel zitten we eigenlijk nog maar, als ik heel eerlijk moet zijn, is af wat de komende lente, zomerpakweg, zal gebeuren. Omdat die groei van die planten, dat moet ook allemaal met de loep worden opgevolgd. Zit er ook een mogelijkheid in? Ik zag deze ochtend foto's van een tyfoon boven Rome. Niet zo vaak voorkomend. Stel dat er een boven Berlijn kwam. Heb je dat, ingecalculeerd? Het zit er niet inbrekend, maar het gebouw is opgebouwd volgens de architectuur. Dus de stenen staan op elkaar. Er zit een stalen structuur in. De zandgrond zit eronder. Dus er zijn, laten we zeggen, prognoses van hoe het gebouw uiteenvalt. Maar... Goed, gelukkig voor mij zal dat niet... Als er geen grote aardbevingen zijn, en dat zal het Olympiastadion zeker overleven, buiten misschien bepaalde hele fragiele kleine details, maar als er aardbevingen zijn, zal het Olympiastadion onbeschadigd eruit komen. Maar het is natuurlijk wel zandgrond, hè? Dus... Wat te voorspellen valt, zijn eigenlijk 25 jaar. Maar catastrofes zijn inberekend. Ook variabelen met de klimaatverandering. En het dogma bij Olympia is dat er geen menselijke ingreep is. Dus dat de zuurtegraad van de lucht bijvoorbeeld niet stijgt. Dat er geen, dat dus de stedenbouw er rond gelijk blijft. En we hoeven eigenlijk vooral rekening te houden met koude winters, natte winters en mosgroei versus ijsvorming enzovoort. Oké, ik denk dat we hier moeten afronden, dus ik nodig jullie allemaal uit om oftewel te blijven zitten met een gekocht ticket, over glas te drinken en nog na te praten met David. In ieder geval bedankt David en een prettige avond nog. Dank u.